open je ogen. Zoals het gaat, gaat het verkeerd, neem actie. Gauw, 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 sta op en bouw een betere toekomst. Maar van harte welkom namens alle grootouders die hier zijn. Goedemorgen. Ja. Wij liepen ooit in 2015 naar Parijs, waar toen die beroemde COP was. En er waren toen al grootouders voor het klimaat in Scandinavië, waaronder een Nederlandse dame die daar woonde. Ik heb ooit, ik denk ergens 2012, 2013, gezien dat in Amerika de beweging op gang kwam van de divestment movement, vooral in de universiteiten, waar gezegd werd, ja, als je alle olie, kolen en gas uit de grond haalt die nu is gevonden, dan wordt het zeker niet onder de 1,5-2 graden. Dus je moet eigenlijk een deel divesteren, ja, raar woord, we hadden dat woord niet echt in het Nederlands, maar je moet eigenlijk zeggen van, dat schrijven we af en daar kunnen we niet meer op kapitaliseren. Ja, nou, het geeft ook moed om iets te doen. Want als je alleen maar het nieuws leest, dan word je ook depressief. Dus gewoon samen de schouders onder. Open je ogen, zoals het gaat, ga ik verkeerd, neem actie. Gauw, 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 sta op en bouw een betere toekomst. Voor iedereen, voor mij en jou. Want onze aarde wordt steeds maar warmer. Zeg daarom stop en los het op en doe het gauw, 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 sta op en bouw een betere toekomst voor iedereen, voor mij en jou.